In deze voorbeeldoefening gaan we een aantal eenvoudige queries in Access maken. We gebruiken daar het bestand biblio.acdb dat bij de voorbeeldfiles is meegeleverd. En wat we moeten doen is uit de tabel types het veld type publicatie halen en uit de tabel biblio de auteur, titel en jaar voor de jaren van 1960 tot 1970. We zullen naar Access gaan. Ik ga het bestand openen. Dat vind ik hier. Ik heb dat zelf hier opgeslagen in deze folder. Ik neem biblio.acdb en ik ga dat nu openen. Eventjes de tabellen bekijken. Dus ik heb een tabel biblio. Daarin zie je dat de auteur een nummer is. Die auteur zal wellicht verwijzen naar een andere tabel waar we de auteurs hebben staan. En dan is er nog die tabel types. Nu, in dit geval denk ik, als we naar de relaties gaan kijken, en ik voeg al deze tabellen toe, zijn er eigenlijk geen relaties tussen die tabellen gelegd. Dat betekent dat we die in de query gaan moeten maken. En ik vermoed dus dat dit veld type hier verbonden kan worden met deze key types in deze tabel. En dat de auteur, dat cijfer, kan verbonden worden met de ID hier van de auteur. Dus ik zou die relaties hier al kunnen leggen, maar ik ga het nu eens in de query doen. Dat betekent dat we een nieuwe query gaan maken. Dus we gaan naar Create, Query Design. En we voegen de tabellen toe die we nodig hebben. In dit geval de tabel biblio en de tabel types alvast. Kunnen we toevoegen. Moeten we zeker zorgen. Je moet er altijd voor zorgen dat tussen de tabellen die je in je query hebt geselecteerd er een relatie bestaat. Dus we gaan hier zoeken naar een veld dat overeenkomt, dat is hier type. Dat ga ik verbinden met dit veld type. En ik heb hier nu een inner join tussen deze twee tabellen. En dan werd er gevraagd, we kunnen eventjes terug gaan kijken naar auteur, titel en jaar. Nu, auteur, we hebben al gezien dat in onze tabel biblio eigenlijk alleen een cijfer staat en dat de echte auteursnaam elders staat. Dus ik zou geneigd zijn, alhoewel het hier niet in de opdracht staat, van die auteur er ook bij te gaan halen. Dus ik zou een tabel willen toevoegen en ik ga dan de tabel auteurs toevoegen. En nu hadden we gezien dat in feite wat hier auteur genoemd wordt, de ID, het cijfer van de auteur is. Dus dat ga ik hier koppelen met deze ID auteur. Dan zijn die ook aan elkaar verbonden. Dan heb ik op die manier mijn data. En dus nu zouden we per type publicatie, dus we gaan dat even zo opvragen, per type publicatie, de auteur, en ik ga die hier nu uit de tabel auteurs nemen, de titel en het jaar willen we opvragen. Jaar staat hier onderaan. Goed. We kunnen dat al eens even bekijken, wat dat geeft. En dan krijgen we hier type publicatie, een auteur, de titel van de publicatie en het jaar. Goed, we gaan terug naar Design View. Even nog eens terugblikken naar de opdracht. En dan zien we dat we dat moeten beperken tot de jaren van 1960 tot en met 1970. Dus dan kunnen we hier, en dat is vrij
eenvoudig in access kunnen we zetten between 1960 en 1970. En u weet dat die between operator eigenlijk betekent beginnend met en tot en met het laatste jaar. Hè. Dus dan hebben we die erbij en we nemen dat zo op. En dan hebben we hier 109 records. En u ziet, er zijn hier verschillende types van publicaties met telkens auteur, titel en jaar. Deze query zouden we nu kunnen opslaan en we noemen die gewoon vraag 1. Access bewaart zelf de database, hè, dus je moet hier alleen de database objecten bewaren. En dan kunnen we dat sluiten. Een tweede vraag die hier gesteld wordt, gaan we eens bekijken. Namelijk een query waarbij je per auteur, per jaar en per type de titel toont met logica of logic of logiek in de titel voor de types A en R. Dus je ziet dat we nu gewoon met die code types gaan werken, dat we niet de type publicatie helemaal voluit gaan gebruiken. En we moeten dan een beperking op die logica eruit halen. Dus per auteur, per jaar, de titels. En per type, de titels. Goed, we gaan naar access. We gaan weer een nieuwe query ontwerpen met onze auteurs en biblio. We zorgen weer dat die ID auteur hier verbonden wordt met auteur. Ik geef toe dat dit een beetje verwarrend is. Dat hier nu net dat veld auteur heet en niet ID auteur. Dus je krijgt hier een beetje... wordt hier op het verkeerde been gezet. Maar je merkt dat wel op het ogenblik dat je dat zou verkeerd verbinden, krijg je gewoon geen resultaten uiteraard. Dus ik neem de auteur... ik wil het type ook hebben, de titel, even kijken wat er nog in die opdracht stond, het jaar, en het type hebben we uiteraard ook nodig, dus type neem ik hier ook mee. En het jaar. Nu moet ik die veldjes nog in de juiste volgorde zetten. Dus eerst auteur, dan jaar, dan type en titel. Dus ik ga hier dat veldje jaar selecteren en ik sleep dat achter auteur. Type heb ik hier twee keer geselecteerd, dat ga ik dus weghalen. Dus ik heb auteur, jaar, type en titel. En nu moesten we enkele beperkingen gaan aanbrengen. Namelijk beperken tot de types A en R. Hier moet je goed mee opletten. Dus als je zowel de types A en R, dan betekent dat eigenlijk dat je dat moet verbinden met of. Omdat iets niet tegelijk A en R kan zijn. Dus je zegt hier eigenlijk, ik moet... een type hebben dat ofwel A is ofwel R, en dan selecteer ik ze beide. Hè. Type A of R. En dan gingen we in de titel logica, logiek of logiek nemen. In de titel. Nu, wat we zouden kunnen doen is natuurlijk gewoon zetten, we nemen dat stukje logie en een sterretje. Dat zou een wildcard oplossing kunnen zijn. We kunnen dat eens proberen wat dat geeft als ik hier zet logie
dat was Logic of Logica, neem ik aan, even kijken. Logica of Logic, dus ik zou gewoon voor die A een sterretje kunnen zetten. Dus Logic, sterretje. Or Logic. Maar wat zou het probleem zijn als ik dat hier doe? Als ik logiek zet, dan moet de titel helemaal logiek zijn. Dus eigenlijk moet ik hier ook al sterretje logiek zetten. U ziet dat hij het onmiddellijk aanvult en ook achteraan een sterretje. En hier moet natuurlijk ook een sterretje vooraan. Dus we krijgen nu like, u ziet dat hij daar zelf de dubbele quotes rondzet, ster logic, ster, en de dubbele quote, or like, open dubbele quote, ster logic, ster, enzovoort. We kunnen eens proberen wat dat geeft. Dan krijgen we hier, krijgen we natuurlijk ook ontological, hier logic, dat klopt allemaal. Logicisme en dergelijke meer. Logicians, dus dat komt er eigenlijk allemaal uit. Dus heb ik op die manier 39 records voor A en R geselecteerd. Stel dat we nu willen dat het, dus dit zou zeker als juist gerekend worden, hè? Dit toont dat je die wildcards kan gebruiken. Stel dat je nu echt zegt van nee, maar het moet het woord logiek zijn, dan zouden we natuurlijk hier kunnen een blanco achterzetten. En een versie maken waar er twee blanco's moeten staan, dus waar het woord afzonderlijk is. Maar dan moeten we natuurlijk ook nog kunnen meenemen dat het woord ook aan het begin kan staan. En dan zetten we bijvoorbeeld en dit, als dat een beetje goed loopt, zou dan dit ook iets nauwkeuriger selecteren. Maar het geeft hier in deze selectie eigenlijk weinig verschil. Goed. Tot daar, dus deze tweede vraag kunnen we ook weer opslaan als vraag 2. En daarmee eindigt deze oefening.